Yo, what's up beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij God of War aflevering 21, als het goed is uit mijn hoofd. We zijn hier geëindigd, eigenlijk best wel hoog in de bergen. Draak verslagen, staan bij de smid die overal oppopt waar ik ook maar kom. Sowieso hebben deze Sindri en die andere blauwe dwerg gewoon iets mysterieus, iets geks. En ook wel iets magisch, want ze hoeven eigenlijk vrij weinig te doen om mijn wapens enorm te upgraden. Ik zelf ben ook enorm geüpgraded sinds de vorige aflevering. Ik heb een heel nieuw panzer aan. Geschubd panzer voornamelijk. Schouderbeschermers zijn in eenzelfde stijl als de polsbeschermers. De enige die daarvan afwijkt, is een soort combinatie tussen verschillende gear types, is de heupbeschermer. Dat is er eentje van de oude. En is voornamelijk gemaakt van steen, grof materiaal. En daar heb ik die hele grote stenen beesten voor moeten verslaan. Nou ja, daarmee heb ik dat heuppanzer kunnen maken. Geeft me resistentie tegen frost, tegen vuur, dat soort dingetjes. En daarnaast hebben we natuurlijk geüpgraded. Zo heb ik nu één nieuwe skill. Dit is hem. Pak de boog. Of de pijl. Je slaat hem. Andere houding. En dan doet hij dit. En dit werkt echt heel erg goed. Daarnaast ben ik er ook achter gekomen. Weer een nieuwe move heb ik ontdekt. Dit kan je met het schild. Dat wist ik. Dit kan je met het schild. Dat wist ik ook. Als je een combinatie maakt, doe je dit. Dus je dodge naar voren, je geeft een stomp en dan die. Maar blijkbaar is ook dit iets. Een heavy attack. En dan nog één. Je hoort dat schild helemaal galmen, joh. Hoe sterk is dat? Dus je beukt al heel hard. En dan nog een keer. Daar ben ik ook weer achter gekomen. Dus er zijn zoveel knopcombinaties mogelijk. Dat is echt niet normaal. Ik heet jullie allemaal van harte welkom. We gaan snel verder. Atreus is ook geüpgraded. Heeft nu twee verschillende type pijlen. Zie je rechts onderin. Eén blauwe. En de schokpijlen. En daarnaast heeft hij ook een nieuwe moveset. Namelijk deze. Vierkantje ingedrukt houden. Die wolf is nu sterker. Dat zijn er nu twee zoals je ziet. Alleen er zijn geen enemies. Dus ze spawnen weg. Maar dat zijn er dus nu twee. Fucking cool. Ik laat mijn razernij op. Now we fought dark elves, trolls, an ogres, and a dragon. I feel like we could be anything now. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. Sure, I know. It's just, it feels good to be strong, you know? Aww. Yes, I know. Holy shit. Die ene zin ging al zoveel dieper. Wow, die rune is echt heel vet. Deze rune is echt vet. Doet fucking veel schade. Ik ga hem gewoon gebruiken, want hij is best wel sterk. Misschien wel beter dan de andere lichte rune die ik had, die straal. Dus ik maak gewoon een mooie afwisseling. Dit is in ieder geval mijn verzwaarde bijlgreep die ik nu ook heb gebruikt, niveau 5. Maar nogmaals, Kratos haat het dat hij een god is. Hij vindt het verschrikkelijk. Hij ziet zijn god zijn als een ziekte. En zijn zoontje vindt het nu alleen maar tof. Oh pap, het voelt zo vet om sterk te zijn. En dan hoor je Kratos echt zo van, ja. Ja, klopt. Dus op emotioneel vlak wordt dit nog wat hoor, dit verhaal. Oh jee, zit die Nightmare er weer in hoor. Hij was snel. Dit doet hem helemaal niks, hè? Pijl wat fris dan. Ja, dat doet hem wat. Heerlijk. Nooit meer verslagen met bare fists. B.
Bestiarium. Nachtmerrieparasiet. Alsof nachtmerries nog niet irritant genoeg waren. Blijkbaar kan deze soort andere wezens overnemen en vervolgens sterker maken. Hebben de overgenomen wezens nog controle over hun eigen acties? Of moeten ze weerloos toekijken hoe ze worden gebruikt? Geen fijne gedachten. Ja, pittig bizar. Doet dit wat? Nee. Maar dit zal wel wat doen. Oh, I'm gonna like this. Strange though. Bound didn't completely go up. I shot it once, but it's glowing again. What the fuck? En die? Dat doet helemaal niks. Ja, een beetje raar. Ik moet het nog verder zien uit te vogelen. Kunnen we hier nog wat doen? Denk het niet. De game zonder HUD is echt fantastisch. Want je komt er op die manier gewoon achter waar alles, zeg maar, zit. Waar ze willen dat je heen gaat. Je zit niet meer op andere dingetjes te letten. Je hebt gewoon de volle 100% gefocust. Hey. Crystal renews itself. Useful. Uh-oh, gaan we weer. Home run. Nice, de nightmares zijn neer. Oh, nice, dat is een collectible. Bekers, 3 van 6, proost. Maar goed, wat ik wilde zeggen is, als je gewoon je hele HUD uitschakelt en je dus niet continu alles wat nu in beeld staat in beeld hebt staan, dan pas begeer je dus echt nog meer, want ik ben al een speler die altijd op de omgeving let, maar dan let je dus nog meer op de omgeving en ga je nog meer op eigen houtje op zoek naar dingetjes en ga je dingetjes bekijken, zoek je naar oplossingen en dat is echt een fantastisch idee. Dat is echt nice, man. Maar goed, laten we hier omhoog klimmen. Is een beetje licht. Dit is helaas uit. Ja, het is best wel donker, man. Best wel donker in dit gebied van het spel. Ik begin gewoon echt aan mezelf te merken dat er zoveel knopcombinaties zijn dat als ik probeer een afwisseling op te zoeken tussen die twee, dat het echt heel erg lastig is om alles te onthouden. En kijk, dat is zo'n gast, zo'n Viken. Als je die niet snel genoeg killt, dan komt al zijn gezondheid terug. Dus het lijkt me handig als we eerst die twee killen. Nou ja. Let's go dan maar. Oh,
2 in 1 dood. Top, die Viking is dus ook neer. En we kunnen dit soort sap gebruiken om waarschijnlijk de brug te openen. Now it's stuck on the other side. Ah, dat maakt op zich niet heel veel uit. Toch? Ik kan dit proberen, maar ik denk niet dat dit de oplossing is. Nee, zie je? Het houdt zich niet eens goed vast. En wat zou dit doen? Wat zou dit doen? Dus ik gooi het daarop. En dan dat. Dat bevriest het. Dat is het ook niet. Nee, ik heb volgens mij gewoon een brug gemaakt naar daar. Dus alleen hier nog even goed rondkijken voor de seals die ik moet fixen. Sowieso is het ook wel handig om deze mee te nemen. There has to be a way to bring it down. Daar hebben we de eerste. Another one here. This one's called Emir. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. Are giants coming out of his armpits? I think that might be Odin stabbing him. Giants coming out of his armpits. Dat is toch raar. What's that? We hebben een verhaal toegevoegd. Dit is vreemd. Ymir, laten we hem zo benoemen, is de eerste gigant en uit hem ontstaat van alles. Niet alleen andere giganten, maar ook wind, bomen, zon en misschien maden die tot dwergen uitgroeien. Hij wordt gedood door Odin. Maar waar kwam hij vandaan? Roma! I will never get tired of shattering things with this. Dat was dus de bedoeling. Oké, maar nu nog. Nightmare! Oh jee. Soms moet je gewoon lekker agressief spelen, toch? Pittig nice, full health. Ik kan zometeen natuurlijk weer gewoon die talisman gebruiken voor extra razernij. Maar ik probeer hier goed rond te kijken. Daar moeten we waarschijnlijk uiteindelijk heen. Dat zie je ook als je de map erbij pakt. Dit kunnen we vrij spelen door nog wat van die sap te pakken. En dan is er nog een raadsel hier. Let maar op zometeen. Dus dit kan.
Eerst doen we dat. En dan kan ik het Atreus laten lezen. Oké, een extra raadsel, extra verhaal toegevoegd. Het is vooral de locatie. Maar is dit ook al het verhaal? Dat is wel zeker het verhaal. De giganten wilden vrede. Geen wonder dat ze zo gesteld waren op Tyr. Kijk, ik kan op deze manier hem omhoog takelen. En daar dan uiteindelijk alsnog heen gaan. Door het te bevriezen. Hey. Niet. Kan jij het... Atreus, kan je het slopen? Nee. What the fuck? Holy shit. Oh, en die ziel is daarmee ook vernietigd. Heerlijk. Follow me, Atreus. Zo, dat was echt heerlijk. Wat kreeg ik er ook allemaal uit, joh? Bedreigingsblazoen massief staan. Yes, daarmee kan ik upgraden dan uiteindelijk. Nou, dit hebben we ook gepakt. En hier kan dus gewoon een gekkie uit, joh. Ongelooflijk. Bam. Graag nog een seal daar dus. Top. Bijna weer die derde appel. Voor maximale gezondheid. En zo zijn we eigenlijk nog steeds binnen de berg. Wordt het hier wel steeds hoger en steeds meer van ijs. En komen we bijna bij de top. Maar zo zijn we dus gewoon nog steeds bezig daarmee. En zie je hoe groot het is uitgewerkt. Echt ongelooflijk. Not long now, Mom. Look, the summit. We're so close now. Oh, maar echt. Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. It's all right. I can hold it. Stop. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. Go. Steady boy. Mind your footing. Kijk even, we zijn op de bergtop. Dit is toch gewoon bijzonder. Ongelooflijk. Ik ga gewoon even lekker mijn bijl erbij pakken. En voordat ik als een moloot daar naartoe ren, zie ik dat er hier nog wat te slopen valt. Top, wat zilver en wat held. En dan zie je dat poedersneeuw hier echt zo. Hallo. What the fuck was dat, joh?
Zo, en zo versla je dan een shitload aan enemies op de rand van een cliff. Just let me know. Alright, dit ging echt maar net goed eigenlijk. Hier, pak een beetje health terug. En dat was het. Top, op naar de daadwerkelijke bergtop. En er zal vast en zeker aan het einde van deze episode een hele mooie cutscene komen. Omdat dit het moment is dat we het as eindelijk zullen neerleggen van mijn vrouw als Kratos zijnde en Atreus zijn moeder. Vier van de zes bekers van de giganten. En hier nog steeds een skill die ik gewoon niet kan. Een soort blauwe wortels. Dat is best gek, want we hebben blauwe pijlen. En die doen daar helemaal niets tegen. En hebben we schokpijlen, die doen daar ook echt geen kloten tegen. Dus waarschijnlijk is dat ook weer iets wat ik nog moet leren. En misschien leren we het wel op deze bergtop. We gaan het zien. Want hier zie ik ook dit soort begroeiing. Je hoort die stemmen ook, right? Yes. Be silent. Well then, enjoy any good meals lately? You know why we're here. My last visit managed to loosen your tongue. That sounds like the same man who came to our house. You said you killed him. Shh. He's brought company this time. Must be important if the sons of Thor deign to grace me with their presence. Tell me, you two still tripping over yourselves to impress Daddy? The tattooed man. Tracks show he now travels with a child. Where would they go next? Why would I know that? You're the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. You help me, I help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you kill me. You have nothing to offer me, so take your questions, take your threats, take these two worthless wankers, and piss off! When no one's looking, we'll be back for your other eye. Don't you forget, we're everywhere. We really are, aren't we? The fuck, jongens. Dit was echt die slechte gast. Nee, die slechte gast. Dat was gewoon een god, even kijken. Baldur! What the hell? Ja, Baldur, hij is één van de Asen, zoon van Odin, broer van Thor. Hij kwam naar ons huis en vocht tegen vader, maar die heeft hem gedood. Tenminste, dat dachten we. Blijkbaar voelt hij geen pijn. En nu zit hij hier met zijn neven achter ons aan en we weten niet waarom. En daarbij kan hij dus ook niet dood. Dus hoe de fuck gaan we dit doen? Dat nekkie was daadwerkelijk gebroken en omgedraaid. En kijk wat er nu gebeurt. Ik heb echt geen idee wat ik nu moet verwachten. Ah, the very topic of conversation. A tattooed man traveling with a child. Boy, check their path. Make sure we're all alone. But we just saw them leave. Do as I say. He doesn't know what you are. And I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. But Odin's had me imprisoned here for 109 winters. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise. Given time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! That could not be what she meant. Take a look. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here.
Can't we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body through these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Very well. Oh, I can't watch this. Brother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There's much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Fair enough. Inconvenient. Yeah, that's just what I was going to say. Oh, wat moet ik hier toch mee met zo'n grote, fantastische game. Die op elk vlak sick is. Grafisch, story-wise, voice acting. Zojuist deze dude onthoofd, het is gewoon over en uit met deze gast. Zat helemaal vast in die boom, vastgehouden door Odin, werd dagelijks gemarteld, leven beu, maar fucking slim en superveel kennis. En met hem kunnen we wellicht wat verder komen in deze bizarre avonturen die we hier beleven. Dus ik weet niet wat de fuck hier precies nog is en... Wow, je kan hier nog heen helemaal, what the fuck, oké. Eerst even dat dan, voordat we verder gaan. Maar weet je wat? Ik heb zelfs het idee dat dit pad naar beneden het pad is dat we moeten bewandelen. Uitdagingssymbool, what the fuck is dat dan? Maar goed, ik heb zelfs het idee dat dat het pad is wat we moeten bewandelen, dus... Ik check wel eerst eventjes hier. So this is the bridge to Jotunheim? This looks like those weird doors we've seen. I guess Mimir will help us figure it all out. If we can bring him back to life. Ja, laten we het hopen, man. En ik hoop ook snel echt alle skills te krijgen, waardoor ik dus ook kisten op plekken kan openen. In gebieden waar ik al ben geweest, maar wat gewoon simpelweg op een bepaalde manier vergrendeld zat. Do you remember the way to the witch's house? Yes. The woods with the blood red leaves. South of the lake. I know just where to go. I hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. He seemed nice. Before you cut off his head. Trouwens, check dit joh. Dit is het woud met die rode bladeren waar de heks zou moeten wonen. En daar is dus de magische kring van ons huis. Maar het feit. Jongens, simpel het feit dat... Balder gewoon nog in leven is. Die gast met die tatoeages.
Dat Balder nog in leven is, is echt gewoon what the fuck. Kaart is bijgewerkt. Dit is namelijk een fast travel locatie naar het tijdreisplekje. Verborgen kamer van Odin. Dat zou heel sick zijn als we daarin kunnen. De mystieke poort. Onze eigen locatie. En een winkeltje van de berg. Dit is dus de top van de berg, de piek. En ja, we wilden hier wel heen, maar het kon helemaal niet. Dus we wilden er wel doorheen, maar dat kon helemaal niet. En daarnaast was het ook best wel een verrassing dat het gewoon niet de hoogste piek is. Het is gewoon niet de hoogste piek. En we hebben dus echt nog wel het een en ander uit te zoeken qua verhaallijn. Maar ik kan in ieder geval vanaf dit punt een fast travel gooien. Alleen wil ik ook weten, waar gaat dit dan heen? Dit loopt dood, dus we moeten die fast travel wel gooien. Je kan niet zomaar overal toe naartoe fast travelen. Dat is een beetje shit. Waarom zit dit op slot? Je kan hier niet naartoe fast travelen. Grot van de heks boven. Wat de hel? Hier gaat de reis verder. Laat me er gewoon heen gaan, joh. Nee, hoor. I can't believe it was Balder that came to our house. The Aesir god. Balder. And you fought him. And won. Yes. One of Odin's sons. Thor's brother. And now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. You know, it's silly, but I secretly hope we find a giant somewhere in that mountain. I guess they really did leave Midgard, except for the serpent. He may be the last of his kind. Are you the last of your kind too? Is that why you don't like to talk about my kind? I mean, your family. Before mother and I. Where you came from. A mother, a father? Now is not the time for that. Yes, sir. Ja, wanneer wel, dude? Wanneer wel, Kratos? Kom op, je moet het echt een keer gaan vertellen, man. Ik wil zien hoe het verhaal losbarst. Rock! What? I'm on a fucking break! Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave him, boy. No, Pat. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe good and plenty again, Let's see the damage. Little canker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. Is he eating well enough? I guess. Good. All better. Now what the fuck else you want, huh? I saw Bose continue. Wrapped up in his work, Sentry hasn't the sense to sip us up. And if he does remember, good luck getting him to cook his own meat. Guess I got all the stomach in the family. Along with the smarts. You miss him. What, that spitfister? What do you know? I just mean that. Do you mind? Trying to concentrate here, already on a break from my break. Nou ja, zoals jullie zien kan ik vrij weinig doen. That's it? Ja, that's it, dude. Ik kan niet heel veel meer. Dus we hebben weer een sterkere variant van de bijl gekregen. Nou ja, heel benieuwd daarnaar. De storyline zegt dat ik die kant op moet. Ja, moet ook wel, want ik kan niet zomaar naar de wereldreiskamer. Oh, dus we zullen wel moeten. Boy, what is the path back to the witch? First we need to find a boat. Ook zo cute dat hij het vraagt aan hem.
Follow me, Atreus. Do you remember the way back to the Witch from here? That way. Behind the big statue of Thor. Kijk, visjes springen en shit. Want to try another story? It can't be any worse than the last one. Very well. There was the story of the mother crab, who scolded her son. She told him he should walk forward, in pride, not sideways as he always did. But she's a crab too. He should say, sure, I'll walk forward as soon as you show me how. Yes, he did say that. That was the story. I got it. Praat met de heks in haar huis. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat is ook iets wat ik ga doen in de volgende aflevering namelijk. Want de heksengrot, sinds wij die nieuwe skills hebben, zal ook nog wel eventjes wat tijd in beslag nemen. Dus dat gaat deze outro worden van de video. Gaan we nog eventjes met nieuwe skills en upgrades door de heksengrot gaan en daar wat kisten wegplunderen. Mijn gevoel is opeens zo ver. Top. Ja, we kunnen er nu eindelijk doorheen. I know she's really powerful, but you really think the witch can bring a head back to life? She seems competent in her craft. And we have nothing to lose. If she can't bring it back to life, can we keep the head? No. But you may feed it to the fish. Okay. Another door. The witch's turtle must be standing up. How do we get back? Ready yourself! Hoor een heks, of ligt het aan mij? Wow, wow, wow! Zo, dat kopje is eraf. Perfect. Ja, dat was het gevecht. Wow, holy shit, dat was vet. Dat was echt sick, man. Ik zei het, dit zal de outro worden van de video, want hier is toch echt nog wel het een en ander te beleven. En dit is dus ook nog een skill die we niet kunnen. Welke pijl je ook selecteert, of die, kan er geen reet mee. Wat hebben we hier allemaal dan? Wat, zouden we daar uiteindelijk ook heen kunnen helemaal? Wat cool. Via die manier kan ik ook echt omhoog. Wat is dit joh? For those moose ball hammerings. It also contains the travel room.
Oh, wat vet. Je hebt nu toegang tot Muspelheim vanuit de wereldreiskamer met deze sleutel tot Muspelheim. Heel sick, maar wat was dit? Kan ik hier niks mee? Geen enkele interactie ook. Nou, ik denk het niet dan. Crazy. Was wel vet hoor, dit. Hier moet je kijken. De schildpad, die ziel was trouwens voor die. De schildpad die staat rechtop of zo. Of die zit juist in de grond, een van de twee. En daardoor... Daardoor kunnen we niet via die kant naar binnen. Dus moeten we helemaal omhoog klimmen. Maar ik wil eerst nog even verder kijken. Kan hier nog steeds niks mee. Maar dit wel. Weer een nieuwe. Eens even kijken. Hoe kan ik dit oplossen wellicht? En dan pijltype aanpassen. Dit sappie pakken. Dat sappie daar naartoe gooien. Dingetje raken. Alles ontploft en ik kan de kist openen. En dit zit dus allemaal in de grot van de heks. En dat is de reden dat ik het al in het begin van het spel wilde oppakken, maar dat het gewoon echt niet kon. En ik pak er ook voorwerpen mee op, massief staal en zo, die we echt keihard nodig hebben. Voor upgrades. Het is voornamelijk panzer upgrades. Hey, hier hebben we ook weer wat. Dus zo is zo'n ending van zo'n video nog best wel groot, omdat er gewoon... een uitgebreide, interessante grot is van deze heks. Ik ben benieuwd waar die laatste ziel is. Oké, beetje zilver. Dat is niet heel bijzonder. Waar zal het heen gaan, man? Oh, verborgen grot. Verschillende dingetjes. Kamer. Ik zei verborgen grot, verborgen kamer. This is locked up good. Ja, ik ben ook uiteindelijk echt benieuwd wat de inhoud is van die verborgen kamers. Boy. Nog zo'n scroll en dan open ik die. Ja, een nieuwe map van waar zal dat zijn? Oh, kijk, onder die gigantische schildpad. Waar de bladeren rood zijn en het mos de stenen kust, is mijn schat begraven waar de schildpad rust. Een eerbetoon aan de schildpad. Waar de bladeren rood zijn en het mos de stenen kust. Interessant wel. Kijk, de laatste ziel is daar. Toppie. Wat een mooi avontuurtje. Maar hoe lang zullen we ons nog voorbereiden en op welk gevecht? Want dit voelt echt allemaal als zoveel upgrades, voorbereidingen, weet ik veel wat. 1 extra bloedmedehoorn voor maximale razernij. Het voelt gewoon zo uitgebreid allemaal. Ik bedoel, je hebt groene items toch? Als je naar je gear overzicht gaat, polsbeschermers, dat staat onderverdeeld in groen, blauw. Paars, oranje. Ik heb alleen nog maar blauwe gear. Hoe groot is dit spel dan? Dat je uiteindelijk dus full exotic gear loopt. Allemaal oranje. Wow, wow, wow. Watch out!
Kijk, heb ik mijn wounds al bijna terug. Verkeerde knoppen, jongens. Sorry, not ready. Helemaal mooi. Nou, met vrij veel held over heb ik dat gedaan. Hey, ik heb trouwens de overkant bereikt. Top. Gewoon op mijn geheel eigen wijze bereikt. Ik dacht echt, echt dat ik dat ene ding had moeten activeren. Oh ja. Not sure how we reach it though. I see something up there. Nou, uiteindelijk zal ik dit echt wel nodig hebben hoor. Die upgrades. Kan je hier op zomaar? Kijk, je moet het losmaken om een soort tussensprong te kunnen maken waarschijnlijk. Maar daar kan ik echt nog niet komen jongens, want dan moeten we dat blauwe wegwerken waarschijnlijk. Nou ja, ik ga jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken, voor het liken, de support, al dat soort shit. Ik hoop dat jullie er snel weer bij zijn bij een volgende video waar ik God of War zal vervolgen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Volgende part gaan we naar de heks toe. De goeie, dat wel. Staat die nou gewoon... Ja, die staat geactiveerd. Gaan we naar de heks toe via die soort van put die ik net vond. Die helemaal omhoog gaat. Omdat we een alternatieve route moeten zien te vinden om de heks te bereiken. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Hier gaan we de volgende part verder. Thanks for the support. And peace out.